Een ui moet stevig, rond en hard zijn en goudgeel van kleur. Het ene ras is van zichzelf wat harder of wat ronder, de andere niet. Ik zaai in het voorjaar de uien, in het groeiseizoen daarna moet ik proberen om de uien gezond te houden. Ik vind de teelt mooi. Je moet toch goed je best doen om daar iets goeds van te maken. Schimmels die bedreigen mijn gewassen, waardoor ik daar altijd alert op moet zijn. Dat doe ik door de weerberichten goed in de gaten te houden. Ik kan geen dak boven mij hangen. Ik kan wel zorgen dat mijn land goed ontwaterd is. En in droge perioden kan ik weer water geven om ze door te laten groeien. Als ze dan afgerijpt zijn, rooi ik de uien en nadat ze goed droog zijn, koel ik ze in op een lage temperatuur. Als er dan wel al een infectie heeft plaatsgevonden eerder in het land, kan die zich nog wel openbaren. Dan zit er te veel rot in. Ik vind het wel mooi dat onze aardappel en uien de hele wereld overgaan. Zuid-Amerika, het Caribisch gebied. Dan gaan er altijd veel naar Afrika. En eigenlijk ook binnen Europa. Ik ga volgende week op vakantie naar Jamaica en ik vlieg mijn uien achterna. De wereldbevolking blijft maar doorgroeien. Ik besef me dat steeds meer mensen gevoed moeten worden. Dat is onze verantwoordelijkheid.